Zoals twee Alkmaarse bejaarden van 79 en 83 met een rollator die in een sinkhole vallen, krijgen we de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Voor Jan-Jaap en Antoinette, word ik glasblazer of toch bioloog? Wat is jouw vooropleiding eigenlijk? Universitaire opleiding gedaan. Ja, maar ook in de richting journalistiek? Of nee, ik heb kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd. Ja, kunst- en cultuurwetenschappen. Dat zeg ik net in de Ja, inleiding. Dat weet ik wel, maar ik dacht, ik laat het Antoinette nog Hij heeft niet zo'n hoge opleiding, dus dat weet hij dan niet meer. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Echt, in Utrecht? Ja, in Amsterdam 6 maanden. En toen kende ik het. Oh. Toen wist je het al. Ja, toen wist ik alles. Dus je hebt nog niet eens een propenduizen gehaald? Nee. Aardappeletjes. Ik heb ook nog een jaar kunst. Ook nog? Ja. Maar dat was een richting. Want ik ben serieus. Ik heb wel 6 maanden kunstgeschiedenis gedaan. Maar dat was een richting waarvan onze ouders toen zeiden: ja, maar dan ga je later niet je geld mee verdienen, mm-hmm. toch? Dat is ook waar. Maar toch wilde je het. Als je geld wilde verdienen, moest je rechten, medicijnen studeren. Economie. Tandarts. Econometrie. Ja. Dat soort dingen. Maar daardoor is het door de loop van de jaren is het aantal mensen wat echt iets kan, met zijn handen of met zijn mond, in het geval van glasblazers, is behoorlijk teruggelopen. Waardoor wij geen goede vakmensen hebben. Nee, absoluut. Dat is echt wel een groot probleem, hoor. Nee, maar volgens mij gaat het er toch om dat dat gestimuleerd moet worden, dat mensen veel meer ambachtelijke opleiding gaan doen. Ja. Want ik kan eigenlijk helemaal niks. Aan die studie heb ik niks. Nee. En ik heb 2 linkerhanden. Maar ik kan helemaal niet klussen. Als ik een schilderij ophang, dan draait het appartement een kwartslag. Dat is echt verschrikkelijk. Dan kun je wel andere dingen. Kan je weer andere dingen. Ja. Nee, ik ben heel slecht daar. Ik voel me altijd zo, ook wel, misschien ook wel minder man. Ja. Ik had laatst kwamen mannen een wasmachine installeren. En die liepen dan zo over mijn wijf te lullen, mijn wijf. En op een gegeven moment ga ik een beetje meedoen. Van, ik moet even weten, want mijn wijf doet de was. Er is helemaal geen wijf. Maar, ik bedacht me ook, ik heb een wc zonder wc-bril. Zij zien echt wel dat hier geen vrouw in het huis leeft. Ja, maar ik snap het wel. Want als ik werkmensen over de vloer heb, ik voel me altijd een beetje geïntimideerd. En ik denk ook altijd dat ze van alles van mij vinden. Dus dan ga ik ook inderdaad mee. Van ja, mijn wijf en dit en dat. Maar het is heel raar. Komt Marco binnenlopen? Hallo. Ja. Maar weet je dat ik echt heb meegemaakt? Ik heb het toch in voorstelling gebruikt toen wij dit huis... Want wij zijn trouwens buren, Antoinette en ik. Zij is mijn overbuurvrouw en zij noemt mij altijd haar achterbuurman. Alsof ik in een soort steeg woon met Ja, dat klinkt toch anders, hè? Vind je maar goed in ieder geval. Het is gewoon de kift, omdat hij zijn terras is zo groot als mijn huis is zo klein. Als zo. Maar goed, in ieder geval, wij zijn in dezelfde tijd verhuisd. En dan hadden wij steeds natuurlijk overleg over dat huis. En dan kwamen de werkmannen. Ik heb echt meegemaakt dat er werkmannen bij mij in de lift stonden. En dat ze tegen mij zo, meneer, u bent toch van de 6e... Ik zeg, ja, nou, die badkamer, als u straks bitches mee naar huis neemt, jongen. Nou, je hoeft de kraan niet aan te zetten. Die poesjes van die bitches wordt vanzelf nat. En maar zij weet zelf niet meer wat. En toen ging ik zo van, ja, dat hoop ik wel, ja. Dat is... Zo erg. Oh, ja. Hoe lang geleden is dit? Dit is 4 geleden, maar dat waren gasten die hadden geen idee. Hoe oud moet je worden, Richard? Doe eens iets voor de goede zaak. Ja, doe eens iets voor de goede zaak. Ja, stop maar die douche op hele andere plekken. Nee. Ik ben dan toch geïntimideerd. Oh, maar dat is natuurlijk bij Peter ook gebeurd. Dat ze hebben gezegd, nou, haal die wc-bril er nou af. Ja. Dan worden die poesjes vanzelf nat. Ja, toch? Nou, en het voordeel is... En wat zo fijn is, dat die bril eraf is, zijn voetjes staan gewoon op de grond. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Nou, ik heb een gênant verhaal. Ik afgelopen zomer mijn auto was stuk. En nou, voor mij, dat is gewoon echt wel een wet. Als ze in de garage merken dat je niks van auto's weet, dan ben je er. Dan zie je de eurotekens zo. Ja. Dan zijn er allemaal onderdelen die niet staan. Kom jij nu pas achter? Als vrouw weet je dat al vanaf het moment dat je een auto hebt, hè? Ja, nou, dus ik weet helemaal niks van. Dus ik ga naar de garage en wat doe ik onderweg? Want ik moest de auto's hebben. Ik dacht, ik doe de motorkap even open en dan smeer ik gewoon even wat zwart spul zo over mijn handen. Alsof ik wel zelf al een beetje... Ja, dat is vragen. Maar dat ik echt een expert nodig had. Wat gebeurt er?
Ik krijg de motorkap niet open. Ik weet niet waar dat ding... Dat je dashboard. Ik heb alles getrokken. Ah. De tankdop, mijn dak ging open. Ik bleek een cabrio te hebben. Alles ging open, behalve de motorkap. Echt waar. Dat weet ik zelf. Ja, jeetje. Ik vind dat zo erg dat je dan in zo'n garage bent... en dat ze zegt, nee, wacht maar even. Weet je, we hebben dit binnen een kwartier gefixt. En dan sta je daar zo achter. Zo kijken. Zo kijken, zo, weet je. En dan zegt zo'n man, ik denk de bobines. Ik, ja, ik denk het ook. Ik weet niet wat dat is. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is wel... Want ik bedoel, dit is nu aan de hand. Hè. Weinig vakmensen. Dit gaat over glasblazers, maar ook pianostemmers. Precies, ja. Er zijn er maar 4 van afgestudeerd, las ik, in dat artikeltje. En, echt? Ja, dit jaar, hè. Ja, okay. 4 pianostemmers. Niet veel. Nee, nee, dat is een valse score. Maar... Maar aan de andere kant lees je nu ook wel dat er bijvoorbeeld als het over doktoren gaat of chirurgen of artsen, dan moeten er weer mensen uit het buitenland komen. Dus daar is blijkbaar ook een tekort aan. En daarom dacht ik, we moeten ook wel de talenten van mensen erkennen. Snap je? Sommige mensen hebben talent voor meerdere dingen. Want ik heb net als Kweter ook mijn autootje binnengebracht. Mm. Bij een garage voor een APK-keuring. In Breda was dat. Die man die kwam naar mij toe. En die zei echt dit. Meneer Van der Wal, kunt u even meekomen? Maar echt ook die toon. Ik zei, kunt u niet... nee, we hebben liever dat u even meeloopt. Zo. Dus ik zei, oké. Okay. Dus we lopen naar een soort balie. En er stond een andere gast met een laptop. Hij zei, ik heb even Jeffrey erbij gehaald. Die gaat het u laten zien. En ik, mijn hart staat helemaal hier, joh. Wat is er aan de hand gewoon? En ik ging, en toen zei hij... ja, komt u hier maar even staan dan. Kunt u het zelf ook goed zien. Ik ga even naar de andere kant van de balie even met u meekijken. Toen zei hij, Jeffrey, laat maar zien. Dus de ruitenwisselbladen moeten wel echt vervangen. maar dit was serieus de toon. Dat je denkt, ja, kijk, deze man kan geen open hartoperatie doen... maar hij kan wel een slecht nieuwsgesprek voeren. Dus je kunt hem ook gewoon inzetten in het ziekenhuis, weet je wel. Dat je iemand anders dan de arts laat zijn... maar hij doet dan de gesprekken na afloop. Yes. Maar in mijn hart zit helemaal hier, joh. Ik denk, mijn hele dashboard is uitgezaaid. Weet ik veel, ja, maar ik dacht... Wat is er aan de hand, man? Ongelooflijk. Wauw. Er dreigt een groot tekort aan ambachtslieden. En daarom probeerde het Ambacht in Beeld Festival jongeren afgelopen weekend te verleiden om diamantslijper, houtbewerker, pianostemmer, rietdekker of schoenmaker te worden. De ambachten sterven uit en verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld, omdat ze worden vervangen door Nutella-shops. Dit artikel zegt dat je als rietdekker meteen veel geld verdient. Nou, ik merk er anders geen bal van, al dus rietdekker. Er is een groot tekort aan ambachten. Zo zoekt Ja 21 nog een hoop koekenbakkers. Nog eentje dan. Oh nee, dat is de kop. Voor Peter en Richard. Het nieuwe migratiebeleid van de VVD. Dat oké, nog één vluchteling. En dan is het klaar. En nou, dan is het allemaal mogen kiezen welke. Nee, het gaat over psychologische trucjes... om mensen zo lang mogelijk op een app te laten zijn, met name jongeren. Oh, de verslavendheid van telefoons. Ja, en met name apps. Ik ben verslaafd aan een spelletje op mijn telefoon. Dat heb ik hier ook wel eens verteld, volgens mij. Ja. Dat heet Royal Match. En ik heb laatst... En dat, ik doe dat, je gaat als verslaafde door een aantal bodems heen. Mm. Maar ik heb laatst levens gekocht in het spel. Oh ja, maar dat moet je niet doen. Dan ga ik voor de bijl. Ja, via mijn zakelijke creditcard. Dus ik moet, moet ik aan mijn boekhouder gaan uitleggen dat het zakelijk is. Dus dat daarom ik... vertel je dit verhaal. Ja, ja, ja. Zodat ik dat gecoverd heb. Ja, nu is het zakelijk. Ja, heel dank goed. U, dank ja, u. Ja, mooi. En iedereen ook klappen voor belastingfraude. Ja. Oh, hartstikke goed. Ja, bravo. Maar betaalt belasting in België. Ja. Oh ja, dat is waar. Even de ethische mening. We weten nu dat dit gebeurt. Het gaat van kwaad tot erger. Moeten we ingrijpen vanuit Nederland en Europa? Ja, je moet sowieso op school. Ik snap niet eens dat het nog een discussie is. Of je de mobiel op school moet verbieden. Tuurlijk moet je dat doen. Gaat nu hard, hè? Mag bijna binnenkort nergens meer. Nee, want het was toch heel lang dat er nog over getwijfeld werd. Nee, dat is toch heel logisch. Omdat... Ook niet in de pauze, gewoon begin eruit, eind terug. En toch heb ik het idee dat heel veel jongeren ook het zelf wel zien. Want ik hoor ook wel kinderen van vrienden die zeggen... papa en mama zitten zo vaak op die telefoon. Dat is ook best wel opvallend, vind ik. Ja, is ook niet waar.
Jawel, ik denk dat ouders veel ouders... Kinderen die... Ja. Nou, ouders wel, maar die kinderen... Die kraaien die ouders. Wat zit je vaak op je telefoon? Nou, jij dan, en dan krijg je dat. Het stond in de Linda, dus het is waar. Okay. Maar het is toch ook best wel hypocriet van mezelf. Ik merk als ik soms... Dan ben ik, is mijn mobiel leeg, of ben ik vergeten. En dan sta ik in de trein en dan zie ik iedereen zo. Ik denk, ach, kijk ze nou. Ik ook, ja. Die schapen. Ja, ach, precies. Kijk. Terwijl als ik zelf in de trein op de telefoon... en ik zie iemand mij gewoon aanstaren... dan denk ik, wat loop ik nou te kijken, gek? Ga op je telefoon. Ja. Dus, ja, maar ik vind het ook als stelletje altijd lastig, hè? Want soms zit je dan met z'n tweeën... en dan wil je even wat opzoeken op je telefoon... En dan wil hij ook net wat opzoeken op je telefoon. Maar dan wil je toch niet zo stel zijn waar je inderdaad bij jezelf van zegt... Van, moet je die nou... En jullie hebben samen één telefoon? Nee, maar dan zit je... Nee, dan zit je een stel, want niet met elkaar stel... praat. Zit je allebei in zo'n restaurant. Op je telefoon. Wel, maar als je dat bij anderen ziet, dan denk je... Jezus, moet je hun naar kijken. Die hebben echt niks om te bepraten met elkaar, toch? Nee. Oké, laten we nu gewoon... We gaan gewoon eerlijk zijn. Het moment dat je inderdaad met iemand in een restaurant zit... en die zegt, ik ga naar de wc, dat... Ja. Dat gevoel dat je, yes. Oh, yes. Yes. Ga maar kakken. Blijf maar een half uur. Toch, dat moment. Toch, dat je een stoel onder de deur duwen. Ja, het ging erover. Techbedrijven gebruiken psychologische trucjes om gebruikers... en met name jongeren verslaafd te maken aan hun apps. Om je zo lang mogelijk te laten scrollen... maken de ontwerpers handig gebruik van het natuurlijke beloningssysteem... in ons brein, de dopamines. GroenLinks-europarlementariër Kim van Sparrentak... werkt aan een wetgeving om verslavende trucjes van sociale media te verbieden... en om iets te doen aan urenlang scrollende jongeren. Hoe? Kim? Kim van Sparrentak. Oh, gaan we rare namen uitlachen? Nee, helemaal niet. Wat... Nee, helemaal niet. Kim van Sparrentak. Als ergens je dopamine niet van omhoog gaat. Kim van Sparrentak. Ja, dat is natuurlijk een grappige naam, maar ik heb Kim van Sparrentak even opgezocht. En ja hoor, inderdaad, familie van Jeroen van der Boom. Kim van Sparrentak deelde trouwens het nieuws over haar voorstel... om apps minder verslavend te maken op Instagram. Dat is toch een beetje hetzelfde als dat je met een AA-meeting... als groepsuitje naar het Oktoberfest gaat. De eindstand van vandaag. Een bezoekje aan Ecomare met een overleden zeehond voor de winnaars. En een bezoekje aan Blijdorp met een overleden olifant voor de verliezers. Het is 13 tegen 12. Yes! Aha, zo, dat is lekker voor je shotje dopamine, hè? Oh, wil je meer? Word lid, like en abonneer. Dropbox je later.